Welkom bij een nieuwe Trump-update. Vandaag ga ik wat verder in op een van Trumps grote campagnebeloftes. Donald Trump heeft zich in de campagne laten gelden als een buitenstaander. De frisse wind die het dichtgeslipte Washington nodig heeft. Dat was geloofwaardig, want Trump is geen politicus. Sterker nog, voor zijn inauguratie heeft hij nog nooit een publiek ambt bekleed. En door hard te te gaan tegen het impopulaire Washington niet veel stemmen. Daarvoor gebruikte hij een speciale uitdrukking en dat werd zo'n begrip dat zijn fans op het campagnepad... ...het zowat met hem mee schreeuwden. And we are going to drain the en wat bedoelt Trump daar precies mee? Nou, het is een metafoor. Vroeger werden moerassen drooggelegd, zodat muggen en de enge ziektes die zij verspreiden er niet op afkwamen. Trump wil lobbyisten wegjagen uit de hoofdstad Washington D.C., want die werken alleen maar corruptie en vriendjespolitiek in de hand. En het doet dan vooral op mensen uit de financiële sector. Wall Street dus. En Hillary Clinton was een dankbaar onderwerp van kritiek wat dat betreft, want die is altijd dikke maatjes geweest met Wall Street. Kijk maar, hier zit ze zelf als eerste de schep in de grond bij het bouwen van een nieuw kantoor van Goldman Sachs, toen ze nog senator was voor de staat New York in 2005. En waarschijnlijk ken je ook het verhaal van de speech die ze gaf voor die bank in 2013. Daar kreeg ze 225.000 dollar voor. Dat was dus prijsschieten voor Donald Trump. Ze zit in de zak van Wall Street, tweette hij. En niet alleen Clinton kreeg er van langs, nee, ook Republikeinse tegenstanders als Ted Cruz kregen het verwijt aan de leiband te lopen van zakenbank Goldman. You know the guys at Goldman Sachs. They have total 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 control over him. Just like they have total control over Hillary Clinton. I'm not going to let Wall Street get away with murder. Wall Street has caused tremendous problems for us. But the Wall Street guys with the carried interest and stuff, we got to get rid of so Dus nu Trump in het witte huis zit, is het afgelopen met die bevoorrechte positie van Wall Street. Weg met de warme banden tussen de politiek en de financiële wereld. En toen Wall Street aan kon kloppen, hield Donald Trump de deur dan ook oh. Dit. Ik uh, lees dat er een uitzondering is. Uh, dit is Steve Mnuchin, minister van Financiën onder Trump, die zijn carrière begon bij Goldman Sachs, waar hij 17 jaar werkte. En daarna heeft hij ook nog eens zijn eigen hedge funds gehad. Uh, Toen maar. fijn, nou goed, er zit dus één bankier in, maar dat is de uitzondering op de regel. Want verder is er... Heel... Oh, Oké. Okay. Um... Dit is beoogd onderminister van Financiën, een soort staatssecretaris Jim Donovan. En die zit al sinds 1993 bij Goldman Sachs. Sinds 2000 als partner. Die zit daar dus behoorlijk hoog in de boom. Maar goed, ja, op financiën zitten dus twee bankiers, maar dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Het is een financieel departement waar het om gaat, is dus dat Trump verder echt de wereld van de big banks volledig. Oké, okay, seriously. Dan is er uh, meneer Cohn, Gary Cohn, die staat aan het hoofd van uh, de National Economic Council. En is daarmee de hoogste economische adviseur van de president. En die zat ook bij Goldman Sachs sinds 1990. Hij was zelfs president van de bank tijdens die economische crisis, de voorzitter van het bestuur. En moest getuigen voor het congres. Hij kreeg bij zijn vertrek 285 miljoen dollar mee. Oh, wauw, dat is. Uh ook niet niks maar oké okay, Goldman Sachs heeft dus misschien dan inderdaad wel een vinger in de pap maar dit met die drie is dan ook het eindantal want deze nou, geef het maar gewoon oké okay, uh, dan is er uh, Steve Bannon campagnestrateg die uh, in de jaren tachtig voor Goldman Sachs werkte uh, je hebt uh, Dina Powell um, economisch adviseur die zeven jaar bij Goldman Sachs zat en ene meneer Jay Clayton zijn keuze om voorzitter te worden van de Toezichthouder op de effectenbeurzen en hij vertegenwoordigt de Goldman Sachs vaak in de rechtbank. brengt het totaal dus op zes mensen die Wall Street van binnenuit kennen. This guy is een fraud. This guy ran for president of the United States. Zeing: I Donald Trump, ik ga take on Wall Street. These guys are getting away with murder. En then suddenly, he appoints all these billionaires. His major financial advisor comes from Goldman Sachs en nu is gonna dismantle legislation that protects consumers. Maar nu vraag jij natuurlijk af: ja, is dit eigenlijk erg? Nou ja, opzienbarend is in elk geval niet. Nou ja, wel in de zin dat Donald Trump een belofte verbrak, maar niet in de zin dat er zich topbankiers in het centrum van de politieke macht bevinden. Want dat is in Amerika namelijk eerder de regel dan de uitzondering. Kijk maar naar president Obama. Goldman Sachs was een belangrijke geldschieter voor Obama tijdens zijn campagnes. In 2007 en 2008 spekte de bank zijn campagnekast met bijna 1 miljoen dollar. En Obama nomineerde juriste Elena Kagan voor het Hoge Rechtshof, die drie jaar adviseerde bij Goldman. En een veiligheidsadviseur van Obama, Tom Donnellan, verdiende 4 miljoen als advocaat van Goldman Sachs. En het was ook president Obama die Goldman Sachs 20 miljard aan belastinggeld gaf toen de bank in de problemen kwam tijdens de financiële crisis. Onder Obama's voorganger Bush was het al niet heel veel anders. Henk Paulsen, kortse minister van Financiën, was de CEO, de baas van Goldman Sachs. En Robert Zelik, onder minister van Buitenlandse Zaken, had ook een topfunctie bij de bank. Het is gewoon een feit: de macht van Goldman Sachs in de Amerikaanse zakenwereld is enorm. En dus ook in de Amerikaanse politiek en dus ook op het wereldtoneel. Maar wat zegt dit nou precies? Over president Trump. Nou eigenlijk dit. Wat je ziet is dat er tussen de woorden van Trump, de populistische campagnevoerder en de daden van Trump, de rechtse president, een wereld van verschil zit. En democraten vielen de benoemingen van Trump dan ook hard aan. That's not being our champion. That's being Wall Street's champion. While Mr. Minuchin was CEO, the bank proved it could put more vulnerable people on the street faster. Than just about anybody else around. Want wat zien we? Een, een ouderwets-rechtse president met republikeinse plannen waar het zakenleven hartstikke blij mee is. De dikke streep door anti-CO2-maatregelen uit het Obama-tijdperk, bijvoorbeeld. De plannen voor het schrappen van Dodd-Frank, een wet 2010, die voor meer transparantie moest zorgen bij de banken. En een aanpassing van het belastingstelsel die eraan komt, waar vooral rijke Amerikanen van zullen profiteren. Hoe dan ook rechts-Amerika, om maar eens een zekere uitdrukking van een Nederlandse politicus te parafraseren kan er zijn vingers bij aflikken. Ja, en met het binnenhalen van Goldman Sachs is het dus eigenlijk gewoon weer business as usual in Washington DC. De bijnaam van de zakenbank is dan ook niet voor niets government-sachs, regering sachs Goed, dat was het voor nu. Mocht je het interessant vinden, deel het dan met je vrienden of abonneer je, je zodat je nooit meer een update hoeft te missen. Dankjewel.